feest voor de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus. Al zo'n 27 jaar zit de vereniging in een pand aan de Hertogstraat. Maar al die jaren werd het pand verhuurd door Stichting Studentenvoorzieningen Nijmegen. Een zelfstandige stichting die opereert onder de vleugel van de Radboud Universiteit. Inmiddels is het huren verleden tijd. Want afgelopen vrijdag werd er een verkoopovereenkomst getekend. En daarmee is het pand officieel in eigen beheer van Carolus Magnus. Studentenvereniging Carolus Magnus bestaat 95 jaar. Sinds 1996 is de vereniging gevestigd in een gebouw aan de Hertogstraat. Maar nu is het pand officieel van de vereniging zelf en dat werd flink gevierd. Wat betekent de sleutel voor jullie? Nou, de sleutel zelf natuurlijk niet zo heel veel, maar deze hele dag wel. Het is gewoon heel mooi om nu op eigen benen te staan. En we noemen het gekscherend Independence Day. Nou, zo moet u het niet helemaal zien, want we zijn nog steeds sterk verbonden met de universiteit. Dat willen we zo houden. Namens het Nijmeegse college was wethouder Van Elveren aanwezig om de studentenvereniging te feliciteren. Van Elveren is geen onbekende van Carolus Magnus. Ik ben hier een lang verleden lid geweest. Vandaag ben ik hier namens het college van burgemeester en wethouders. En ik heb ze gefeliciteerd met een nieuwe pand en een 95-jarig bestaan. Ja. Ook in zijn studententijd werd er al gesproken over een mogelijke aankoop van het pand. In mijn tijd werd er al wel eens over gepraat, maar ik heb het altijd een beetje afgedaan als dronkenmans fantasieën. Maar ze hebben het voor elkaar gekregen, dus ja, ik vind het heel knap. Niet alleen huidige studenten vierden feest, ook oud-gedienden waren aanwezig. In hoeverre is het veranderd? Ja, het is gewoon veel minder strak, veel minder regels. Want we hebben toch wel wat mee moeten maken. We kregen nooit subsidie, terwijl die andere studentenverenigingen er wel kregen. Alleen omdat je een rechtse signatuur zou hebben. En vervolgens is het toch gelukt om een eigen pand te krijgen. En dat komt ook omdat de besturen van de afgelopen, zeker de afgelopen 20 jaar, heel goed zijn. Heel zakelijk, heel bewust van wat ze doen. En dat is in het verleden wel eens wat anders geweest.